Yo mensen, welkom bij deze video op Game met Remco, namelijk Rollercoaster Tycoon 3. En welkom bij deze video van Rollercoaster Tycoon 3. Het eerste zit volgens mij in de titel van. wat voor titel? Even een keer wat anders, ja, omdat wij in een wilde map zitten. Ja, we zitten in een wild map. Ja, we zitten in een wild map. En een keer wat anders dan normaal. Want ja, het is ook een keer leuk om deze te doen. En viewing calories. Ik weet echt niet wat dat betekent. Ik meen dat serieus. Ik weet echt niet wat dat betekent. Ik ga het even. Huh? Oh! Viewing calorie. Als het op 50 is, dan is het. Dan, dat betekent met die. Die dingen, denk ik, volgens mij. Verder? Viewing calorie, dat is deze. En view is de. Animals, oké, ik heb die andere gehaald. En Funcularia, dat is de dino wijbe. En deze olifanten, Elephant Transport. Dat is aan de andere kant, deze achtbaan. De jongens split. We gaan even in deze achtbaan, jongens en meisjes. Oké, wat leuk. En ja, welkom bij deze allemaal bij deze video alweer. Het is voor heel veel mensen op dit moment vakantie. Voor heel veel mensen is het op dit moment vakantie. Voor het noorden en het midden is op dit moment vakantie. Hele fijne vakantie iedereen. En ja, voor het zuiden is helaas de vakantie voorbij. Jammer genoeg. Oh shit. Oh joh. Holy. Nou, dat was het. En wat. Maar weet je waarom ik deze map doe? Is omdat ik heb maar besloten om deze map te doen. Want die andere map zat er telkens in de midden. We konden helemaal niks bouwen. En dat was echt best wel kloten, als ik zo mag zeggen. Hoeveel kost die achtbaan eigenlijk? Ja, op dit moment kost die €5,90. Maar. Nee, we maken het gewoon 95. YOLO. Even. Even die plaats, hoppakee. En hop, en hop. Oh my god. Oké, nou. Even botzout maken. Botzout. Welke klus zullen we doen? En dan maak ik het €5,90. Ik vind het echt erg. Nee, €3,90. YOLO. Kijk, ook nog wat geld binnen. Waarom ik het Walking Dead doe, omdat al die botsauto's in één keer gaan bewegen en al tegen iedereen botst. Dat vind ik gewoon een leuke naam, echt serieus. Vind ik wel origineel. Nou, niet echt origineel, maar het is wel een gezegde. Soort van, ik veel. Oké, rood met een beetje groen. En die dark rood. Zo, met een beetje groen. Ik zei die en dan een beetje paas. Kermiskleur noem je die ook wel. Oké, er zijn heel veel mensen in die lowcast. Nou, er komen ook niet zoveel bij die dingen. Die. Hoeveel kost zo'n ding? €3,90. Oei, dan maak ik het even wat minder. Oh my god, waarom kost deze €2,90 en deze 2 euro en deze kost deze €3,90 en deze kost €2,90? The fuck? Oh, je kan ook in een. Je kan trouwens ook in een giraf veranderen. Hoppa. Leuk toch?
Oh, je moet van die. Oh, wacht eens even. Oh, je moet vier van die dingen hebben. Van die vier van die stands. Nou, weet je wat ik doe? Ik doe heel slim. Ik doe heel flauw. Ik doe hier eentje plaatsen. En hier eentje plaatsen. Even kijken wat hij dan zegt. Oké, hij heeft het gehaald. Dus kan ik weer verwijderen. Zo ben ik ook weer, hè. Oh, wat? Oh my god, ik heb gelijk al de level voltooid. Ging dat zo snel met 65 euro? Oh my god. Animals of Sphinx. 5 zebra. Ik heb er nu 3. Wat is dat zo? Is dat zo makkelijk? Oh my god, is dat. Oh my god. Oh my god, my god. Een giraf. Plaats wel eentje. Een vermalen. En die. En die. Is dat nou goed? Oh my god, ik heb nu al. Ik heb nu al 2. Wauw. Het gaat echt hard. En wat is de laatste eigenlijk fase? De laatste fase. Bij Tycoon. Twee leopard. Ik denk dat dit ook wel echt een snelle aflevering wordt. Nee, mensen. Plaats nog wel één. Yellow. Een jungle racer, heb ik wel een leuk idee van. Voor. Als ik hem op de grond mag plaatsen. Ik zei op de grond plaatsen, dankjewel. Oké, dat kan niet, fuck. Ik plaats wel bij die dieren. Dat is heel ver van het voetpad af. Nou, dan maken we het even handiger. Zo, en ik weet echt niet wat ik dat zo net zei. Zo. Oh, jij niet. Zo, hoppakee. Nou, die ik geplaatst heb ik geplaatst. Komt die op mijn wallen? Ja. Ah, curry, mijn muis loopt dit vast. Heb ik weer, hè? Ja, daar is hij weer. Hopelijk. En maak ik deze even 3,90 euro. €3,90 open. Die natuurlijk wel kruimpjes komen, anders komt er ook geen lol van. Maar ik ga even checken. En even een donut. En even een ijscream. En even. Ja, waarom is het zo stil? Oh my god. Oh, ik zal me indraaien. Zo. Even een. Oh, je hebt ook een custom staal. Leuk. Origineel. Balloons. Oh my god, dat heb je nog bij de. Is wel heel leuk. Een dino masker. Ik koop allemaal dingen dat eigenlijk niet eens hoeft. Maar dan krijg je wel. Money. Hoeveel kost deze trouwens? €2,60. Maak het even €3.
Oké, dat was het. Nou. Oké. Nou, het gaat goed. Het gaat lekker. En ja, het gaat heerlijk. De man die komt erin. Oké, waarom zit hij hier bergen? De fuck? Ook elke rand staat een berg. Wauw. Wauw. Zullen we nog een achtbaan maken of kan dat niet? Ben jij weer kapot? God. Of jij niet? Oh, jawel. Jij bent wel kapot. Hoeveel medewerkers zijn er precies? Oh, dat. Oh my god. Er is nu al een. Moet er natuurlijk wel een schoonmaak aanbieden. Iemand is gelijk niet blij. Hey joh, die Kijk die geluiden, als je goed hoort. Ik weet niet eens of jullie het horen. Maar die geluiden, die elektrische geluiden. Daarom zei ik van The Walking Dead. Omdat het van die geluiden zijn van. Een beetje een heel eng verhaal, maar ik ga er ook niet echt op in. Want dat is nog best wel een creepy verhaal. Oké, laat maar. Oké, dit heet de Safari Dinges. Even kijken hoor. Wat hebben we nog meer? Die. Ja, daar en daar. Kijken wat er nog meer is. Er is nog een. Lange stok. Is wel leuk, vind ik. Gaat ook zo. Oh my god. Een Ductopria. Hi. Ik vind die ingang wel heel gaaf. Dat je eigenlijk gewoon in de bek gaat van iemand anders. Ik vind het een beetje raar. Nou, dat is het niet. Twittender. Als we daar geld voor hebben. Ja. Kan ik hem hier plaatsen? Oh my god, als dat zo. Ja hoor. Maar waar zit dan de ingangs? Hey, jeetje, ik kan het niet eens zien. Oh, daar helemaal. Zal ik het doen? Zou ik het doen? Hey, doe het! Dikke lag spike. Oh my god, ik heb 10.000. No. Ik zei no. What the fuck? Hallo? Ja, hij doet het nog. Eén keer hoor ik één keer. In mijn microfoon. In mijn koptelefoon. Dat zou niet goed zijn. Ik ga er even om me heen hoor. Past dit wel überhaupt? Dit past gelukkig, anders hadden we een heel groot probleem. Nou, niet echt een heel groot probleem gehad, maar wel een probleem. Maak even een plankje. Gelijk. Maak weer even een stand. Om naar die koeien te kijken. Die alleen maar rondlopen en dat dead zit. Een hoge. Ik zei een hoge.
Oh, dat heeft te maken met hoe groot die een. Oh jeetje, die is wel heel klein. Dan ben je wel klaar. Hoppakee, klaar. Open. Kost deze. We maken het even. €3,90. Ik zou niet 4 euro. Jij ook weg. Verplaats jou wel. Oké. Hoppakee, 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 hoppakee. Yes, yes, yes. Ik ga even een rekje inmaken. Ik sluit €3,90. Hoppa! Ja, we zijn die level. Oh my god. Ik moet op twee leeuwenpaald. Een leeuwenpaald. Ik weet niet hoe je dat noemt. Een leeuwenpaard. Een vermalen en een mannetje. Hop. Ik zei hop. Oh, en dat was het? Ja, dat was hem. En nog 150, 125 euro en dan Oeps. Dat was niet het slimste optie. Oh. Wacht, wacht, ik ga heel iets gevaarlijks doen, want ik ga een mannetjes ding plaatsen midden in het veld. Ga lopen dan, beest. Hij is midden in de straat. Oh my god. Is dit nou serieus? Oké, deze moet er dood. Deze moet er dood. Duur. Dit was niet de slimste optie. Verkopen. Gadverdamme, joh, ook echt gewoon. Wat is dat beest nu? Oh my god, hoor je ook nog. Hij duidt die andere beest. Hier kom jij. Leg hem mee. Wow, holy crap. Oh my god, waarom zijn er zoveel? Maar zo gaat het bij het leven, hè. Nou mensen, dit was de video. Ik wil een leuke video vonden. Laat ik een duim achter. Abonneer op het kanaal. We gaan in de volgende aflevering proberen om dit te halen. En ik zeg je tot de volgende keer bij deze nieuwe video. Doei.